Hey hallo, welkom weer terug bij een nieuwe video op de kanaal. Vandaag spelen wij weer lekker Emergency Hamburg. En de Gas & Go tankstation is overvallen. Vandaag rijden wij undercover in de M5. En wij schieten dus eventjes snel door naar Gas & Go. Maar die persoon is sowieso allang weg. Hier racen twee collega's achter iemand aan. Iemand die schoot hier ook heel hard de hoek om. Brandweer krijgt een melding zo te horen. Ik weet niet waar ze zijn. Of dat hij überhaupt achter die persoon aan zat. Even kijken. Wie ben jij? Wie ben jij? FN, FN 34. Oh, dat ben jij. Nou, we gaan even wachten op een melding, want we kunnen niet zo heel veel nu. 2000 years later. Even kijken, we hebben een wanted persoon gevonden. Mijn collega zit er ook achteraan en wij gaan ook aansluiten bij de achtervolging. En hij is geliefd. Wat is dat nou weer voor een zielig gedoe dat hij is geliefd nadat ik de. Hoe heet het? Nadat ik de stopstick heb gebruikt. Even kijken. Ah, mijn stamina is bijna helemaal leeg. En mijn auto die kan wel eventjes een repair gebruiken. Dus laten wij eventjes naar de ADAC gaan om de auto te repareren. One eternity later. Hoppa, en de toolshop die wordt overvallen. Dus daar gaan we even naartoe racen. Later. Hoppa, we hebben de betreffende persoon gevonden. Zo, meneer, wilt u eventjes aan de kant komen staan? Komt u even, meneer. Stopt u eens. Stopt u eens, meneer. Oh, en hij reist gelijk weg. Hij reist gelijk weg. Stopsticks werken niet. We gaan de achtervolging inzetten. Hoppa, meneer is getaserd. Ga meneer even aanhouden. En dan brengen we jou even lekker over naar de gevangenis, Mr. Sansettino. Oh, een liefdal. Nou, dan gaan we lekker wachten op de volgende melding. 12 seconds later. Hoppa, ik heb net stopsticks ingezet op een voertuig op de groene auto daar verderop. Daar zitten met een hele berg collega's achteraan. Dus we gaan even kijken of we die kunnen aanhouden. En we hebben hem. Dat ging heel erg makkelijk. Het is nog geen 5 meter verder gekomen. Dus laten wij maar eens even lekker deze persoon overbrengen naar de gevangenis. Die is dus toch om de hoek. Het is gewoon dat we kunnen lopen. Zo, hop. Doen we jou eventjes aanhouden. En een fijne dag in de gevangenis, meneer. Dan gaan wij even weer wachten op een melding. 2000 years later. Dit is nou wel grappig. We worden gewoon achtervolgd door onze eigen collega. Dat is. Dat gebeurt ook wel eens. Oh, ik rij even een collega om. Oh, hij pakt gelijk zijn handboeien. Ja, meneer, arresteer mij maar. Arresteer mij maar. Ik heb ook een politie-Jessian. Doe mij maar taseren. Dat is nog leuker. Doe mij maar taseren. Doe mij maar taseren, meneer. Dat is geinig. Wat als ik jou nu een klap geef? Ga je me dan taseren? Nee, dan ga je me eerst opzoeken. En dan kom je erachter dat ik een Wout ben. En dan ga je me niet meer arresteren. Want je hebt gewoon te weinig hersencellen, weet u. Nou, nadat we dat hebben gehad, hebben we nog steeds geen interessante melding gekregen. Oh, maat! Die collega die reist even tegen het verkeer in, lekker bezig. Er zijn nog steeds wel wat mensen wanted. Twee mensen wanted, het is echt. Grey Bugatti wordt om backup gevraagd. Waar is de grijze Bugatti? Oh, die is daar. Gaan we eventjes omdraaien.
Want ik wil eigenlijk nog wel eventjes een leuke achtervolging hebben. Daar heb ik wel zin in. Dat is leuk, dat is fijn, dat is lekker. Hoppa, bandenlek, achtervolgingen gaan we inzetten. Hoppa, en hij is aangehouden door mijn collega. Echt, ik heb het 3 of 4 keer hebben we misgetaserd. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Maat, wat doet mijn collega? Oh, waarom reed het? Waarom doen mijn collega's soms zo dom? Nou, wij gaan even naar onze fuel station, want die wordt overvallen. One eternity later. Hoppa, we hebben hem. Hop, moeten we nu alleen nog eventjes uit het water zien te komen. En dat is zonder iemand aan je vast te hebben een stuk makkelijker. Het is echt zo ruk. Even kijken, loopt hij nou te zeggen, breu je moeder. Nu moeten we nog op die stinkplank kopen. Ja, jouw diamond, ja, jouw diamond maakt me echt helemaal niks uit, meneer. Weet je wat we kunnen doen? We kunnen jou gewoon eventjes hier al vrij laten. En hoezo kom ik hier nou weer niet uit? Wat is dit nou weer voor een bagger? Hop. Ja, daar gaat hij, daar gaat hij. Hop. Maar hij heeft natuurlijk nu helemaal vol stamina en ik ben helemaal leeg. Oh. En hij pakt nu ook nog een energy drinkie. Wat een smeerlap. Wat een smeerlap. Ja, ik ga gewoon gelijk mijn stopsticks erbij pakken, want hij gaat nou niet verder. Ja, ik ga hem gewoon niet meer kunnen stoppen zo. Hop, nog meer lekker banden. We gaan de achtervolging weer inzetten. Hoppa, we hebben hem. We hebben hem! We hebben hem! En dit keer gaat hij wel gewoon mee, want uit dit watertje kom ik denk ik wel. Hop, zo. Ja, joh, uit dit watertje komen we wel gewoon. En om een of andere reden heb ik heel hard gestampt. Ik weet niet wat dat is, of dat een probleem is van hier gewoon. Of dat dat nu hier ook is. En ik krijg... Ja, hier is dan weer zacht. Er is daar iets met dat meertje. Altijd al geweest... En nog steeds. Er zijn nog steeds dat er gekke geluiden uit dat meertje komen. En als je er loopt, dan klinkt het ook alsof je in een hele grote holle kamer staat. Het is echt vreselijk. Maar we hebben meneer aangehouden. Meneer gaat even lekker. You are Muslim. No, I'm not. Ik ben geen moslim. Maf ketel. Nou, we gaan nou even lekker overbrengen naar de gevangenis. 12 seconds later. Zo, bij Areas viel zijn collega van mij neergeschoten, dus daar moeten we even snel naartoe racen. En dan kwam hier echt met een noodgang een Audi voorbij zetten. En ik, ja, die heb ik al vaker gezien rondom plekken die vervolgens overvallen werden. Dus we pakken even het telefoontje erbij. En dan zien we hier... Ja, het was deze, 100%, het was deze. Hop. Hop, 100% het was deze. Even kijken, ja. Zo. Oh nee, het is, gaat weer helemaal mis met die stopsticks neerleggen. Gadverdamme, hij gaat daar nu in de verte staan schieten. Even mijn stopsticks veilig stellen. Even kijken, wat gaat hij doen, wat gaat hij doen, wat gaat hij doen. Hij gaat rijden, oké. Hop.
Zo. Hop, hij gaat schieten. Hop. Oké, okay. We echt helemaal volgeblazen, geloof ik. Hop, één keer headshot. Even kijken, ik moet even hide achter mijn auto. Mijn collega is bijna neer. Gaat hij rijden? Hij eet cookie, ja, ik eet cookie. We gaan pushen. Pushen was een slecht idee. Ik ben dood. Ai nee. Dan gaan we wachten op de ambulance. Later. Oh, mijn collega's ook nu. 9999999. Chris Shorties. JT. Wacht. Is dit een YouTuber? Ja, daar is collega. Die grijze auto. Zodra ik kan, ga ik ook koekje eten. En dan rende hier de hoek om. Even kijken, er is nog een collega. Even kijken, waar is hij? Hop. Zo, die is neer. Lekker. Hop, dan gaan we die eventjes inbellen. Suspect down. Hoppa. Nou, is dat ook voor elkaar? Ga ik even mijn auto halen en komt de ambulance om zo repareren, hoop ik. One eternity later. Pedro FBI, die loopt hier te springen. Waarschijnlijk is die fan. Even kijken. Dan mag de ambulance mag hem even komen helpen. Die wordt overvallen. Nou, veel succes jongens. Nou, weet je, die kan lekker mijn kont kussen. En dit is aangehouden. En daarbij eindigen we de video. De opname duurt alweer lekker lang, dus heb je nou genoten? Abonneer dan zeker en stuur graag terug morgen om 5:30 bij een nieuwe video.